Proefboringen schaliegas baart bewoners zorgen. Brabants motocross-team aan de start van het Open Nederlands Kampioenschap. We werken aan een schoner Brabant. Dit is Brabant Vandaag van maandag 14 maart. Goedendag. In het kader van de landelijke opschoondagen zijn de afgelopen weekend de Maasoever schoongemaakt over een afstand van 150 kilometer. Er werd heel wat rotzooi opgeruimd en als je het de jeugd vraagt, blijkt wel dat een meerderheid heel wat zwerfafval zomaar weggooit. Zwerfafval zorgt voor ergernis, trekt ongedierte aan en is slecht voor het milieu. Een plastic frisdrankflesje heeft een afbreektijd van 5 tot 10 jaar. Een aluminiumdrankblikje vergaat nauwelijks. Een plastic zak heeft een afbreektijd van 10 tot 20 jaar. Een condoom 30 jaar. Sigarettenpeuken 1 tot 5 jaar. En kauwgom vergaat pas na 20 jaar. Zwerfafval zien we in de straten, bossages, bossen en langs de snelwegen. Langs de afritten van de snelwegen staan vaak zogeheten blikvangers. Maar niet iedereen heeft zo'n goede worp als uw verslaggever. En veel rotzooi belandt naast de vanger en moet dan weer worden opgeruimd. De komende week worden overal in Brabant schoonmaakacties gehouden. Maandag werd er voor het start zijn gegeven op praktijkschool De Zwaaikom in Oosterhout. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Jansen van Milieu. Jij ook bedankt dat jullie met z'n allen helpen. Alsjeblieft. Na het maken van een foto gingen de jongeren op pad om het zwerfafval in hun omgeving op te ruimen. Vind je dit nou een beetje een zinvolle actie om dit zwerfvuil op te ruimen? Jawel. Want? Anders blijft het alleen maar in de natuur liggen. Dat is ook zonde. Het is wel natuurlijk fijn dat de rotzooi van andere mensen opgeruimd. Dus misschien is wel een goede actie, denk ik. Maar zou het niet zo moeten zijn dat we die spullen gewoon mee naar huis nemen of in een vuilnisbak gooien en niet allemaal zomaar tussen de bosjes gooien? Jawel. We moeten eigenlijk gewoon mee naar huis nemen of in de prullenbak gooien. Maar ja, dat doen we normaal niet. Hè. Iedereen gooit op straat. In plaats van dat de kleine moeite zo in de vuilnisbak te gooien. Vind je dit een zinvolle actie om de rotzooi op te ruimen die dus een ander veroorzaakt? Ja. Waarom? Ja, anders blijft het liggen en dan gaan de dieren in de natuur de dood aan en zo. Maar slecht voor het milieu, hè? Ja. Aan de actie Oosterhout Schoon doen zo'n 1900 inwoners mee. Vorig jaar werd er ongeveer 4 ton afval opgehaald. De politie heeft een vrijwilliger van zorginstelling De Zuidwester gearresteerd voor het filmen van een naakte 13-jarige jongen. De 30-jarige man uit Sprundel zou de blootopname bij hem thuis hebben gemaakt waar de jongen in de weekenden logeerde. De zaak kwam aan het licht toen de jongen zijn begeleider informeerde. Uit onderzoek is niet gebleken dat de man meer kinderen heeft gefilmd of ontucht met hen heeft gepleegd. En een 49-jarige man uit Bokstel, die betrokken zou zijn bij de moord op een vrouw, is zondag dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis in Grave. De man meldde zich eerder op het politiebureau in Den Bosch met de mededeling dat in zijn woning een incident had plaatsgevonden. De politieagenten troffen in het pand aan de Schout van Randstraat het lichaam van een slachtoffer aan. Voordat de zaak wordt afgesloten, wil justitie eerst weten of er meer mensen bij de moord betrokken zijn geweest. De 28-jarige verdachte op de moord op Frans Lohmeijer uit Tilburg is vrijgesproken. Dat maakte de rechtbank in Breda maandagmiddag bekend. Lohmeijer werd in juni 2009 in de Tartinistraat doodgeschoten. Justitie eiste dinsdag nog 15 jaar celstraf tegen de man. De uitspraak stond eigenlijk gepland voor volgende week dinsdag. Maar de rechter vond dat de twee getuigen de verdachte onvoldoende hadden herkend om hem te kunnen veroordelen. En kwam daarom nu al met een uitspraak. De Brabantse bevolking is het afgelopen jaar met een kleine 9800 mensen toegenomen. Het grootste gedeelte, zo'n 6000 mensen, is te danken aan natuurlijke aanwas. Het overige aantal zijn mensen die zich in Brabant hebben gevestigd. Daarmee ligt de bevolkingsgroei op hetzelfde niveau als de laatste jaren. Van de bevolkingsgroei in 2010 is bijna 85% terechtgekomen in stedelijk gebied. 1 januari 2011 telde Brabant bijna 2.454.000 inwoners.
geplande proefboringen naar schaliegas in de gemeente Haren en Boksel baren steeds meer bewoners zorgen. Die zorgen gaan met name over de veiligheid en de mogelijke landschapsvervuiling. In Haren loopt de aanvraag voor een vergunning om te boren nog, maar in Boksel is deze al afgegeven. Het inwinnen van schaliegas, een aardgas dat zich herbergt in leisteenlagen, zou Boksel niet alleen duurzame energie op kunnen leveren. Het braakliggend gebied dat het Britse bedrijf Quadrilla hiervoor op het oog heeft, bevindt zich aan de Kulse baan tussen de Rabobank en het spoor en is eigendom van de gemeente Boksel. Die zouden het stuk grond dan aan Quadrilla verhuren. Maar het boren naar schaliegas kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten. Daar wordt deze methode sinds een aantal jaren toegepast. Twee inwoners uit Boksel die erg dicht bij het proefboorgebied in hun gemeente wonen, maken zich dan ook grote zorgen. Wij vinden het eigenlijk niet zo leuk, want we zitten er eigenlijk het kortste bij van iedereen. De wind is in onze richting, dus dat hebben wij allemaal als nadeel. Alleen, ik vind dat het algemeen belang ermee gebaat is, dan moet het eigenlijk wel doorgaan. Maar als er gevaren zijn, dan vind ik het niet, en wij helemaal niet leuk, nee. Ik heb het niet meer verstoffen dat er vrij komen, dus zo. En weet u iets of de gemeente dat onderzocht heeft of gaat onderzoeken? Nee, dat denk ik niet dat de gemeente daar onderzocht heeft, want dat kunnen ze niet onderzoeken volgens mij. Het verzoek van Quadrilla, het Engelse bedrijf, is gewoon voor de zomervakantie in 2010 bij ons gekomen. En we hebben de plannen logisch afgewogen. En op basis daarvan uiteindelijk, na heel zorgvuldige afweging, hebben wij de vergunning verleend. Die vergunning is verleend nadat Rijksoverheid toestemming gaf voor de proefboringen in Brabant. Toch heeft de gemeente Haren haar twijfels of deze zomaar afgegeven moet worden. In Haren zijn ze, daar zijn ze wel op geweldig op tegen, dat hoor ik. Ja. Kijk, en daarom met de wethouder door niks afgegeven. Ze zeggen dat het allemaal heel veilig is en dat moeten we dan maar aannemen. Maar als je de berichten hoort dat ze in de buurgemeente Haren, dan zitten er wel gevaren aan. Natuurlijk begrijp ik het als mensen zorgen hebben bij zoiets. Want het is gewoon een nieuwe bezigheid die in ieder geval in Boksel op het bedrijventerrein plaats zal vinden. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we gewoon heel zorgvuldig bekijken wat de consequenties zijn van alles. En dat we ook zorgen in de toekomst dat we gewoon heel goed toezicht houden op het hele gebeuren. In Amerika is gebleken dat drinkwater op boorplekken vervuild raakte. Daarnaast zou er in het afvalwater radioactieve radium vrij zijn gekomen. Dat zou hier nooit aan de orde zijn. Nou, in Amerika wordt dat water gewoon rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Dat is in Nederland absoluut niet aan de orde. Bovendien is de regelgeving in Nederland volgens de wethouder heel anders dan in Amerika. Maar ook de eisen die gesteld worden aan bedrijven die dit soort boringen doen, zijn in Nederland van totaal andere orde dan dat ze in Amerika zijn. Momenteel lopen er 3 bezwaarprocedures tegen de proefboring van de nabijgelegen Rabobank en 2 particulieren uit Boksel. U heeft geen bezwaar ingediend? Ik heb geen bezwaar ingediend, ja, nee, goed, zo, nee, nee. Kijk, want ik denk dat we toch niks aan hebben al bediend. Kijk, want als de Rabobank nog niet tegen kan houden, dan kunnen wij toch zeker niet gevelden. We hebben wel een bezwaar ingediend, maar niet tegen echt dat er tegenin zijn, maar dat wel dat we er niet in meegaan in alles wat ze doen. Er zal daar bewijs moeten, maar als aan de gang zijn, de praktijk aan de gang is, dan zal het kijken wat er vrijkomt. Niet dan. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de proefboringen in Boksel op zijn vroegst in september dit jaar van start. Straks in deze uitzending. Brabants motocross-team aan de start van het Open Nederlands Kampioenschap. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws uit andere media in Kopsnellen met Erwin Veenstra. Na een uur goed kijken en zoeken op zijn akker heeft Jan van Strijdhoven uit Diessen het eerste Brabantse kievietsei van dit jaar gevonden. Dat meldt het Brabants Dagblad. In het Zuid-Hollandse Maasland werd vorige week zondag al officieel het eerste Nederlandse kievietsei ontdekt. De vondst van de ongeboren vogels is het begin van het weidevogelseizoen. Vanaf nu tot half juni zoeken vrijwilligers samen met boeren naar nesten, zodat die beschermd kunnen worden tegen landbouwmachines. Ja, denk je continu aan seks? Geen probleem. Het is een behandelbare ziekte. Psychiatrische afwijking die te behandelen is, dat meldt de Telegraaf op haar site. De organisatie van Amerikaanse psychiaters heeft na onderzoek vastgesteld dat het geen inbeelding is. De seksverslaving kwam pas echt in het nieuws tijdens de affaire van Tiger Woods. De golfer onderging een 6 weken durende therapie van wel 8 tot 9 uur per dag.
Mensen die rode kleding dragen presteren beter bij een onderhandeling dan mensen met witte kleding. Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek van Daphne Hagman aan de Universiteit van Tilburg. Op blikopnieuws.nl is te lezen dat ze een experiment uitvoerden waarbij zowel 48 mannen als 48 vrouwen onderhandelden. En zowel kopers als de verkopers met rode t-shirts presteren beter. Alle Nederlanders moeten DNA afstaan, dat zegt de Rotterdamse korpschef Frank Pauw in het Algemeen Dagblad. Zo kan de politie meer misdrijven oplossen. Privacy is volgens de politieman ondergeschikt aan het opsporingsbelang. Tot nu toe moeten alleen verdachten van een misdrijf waar 4 jaar celstraf of meer voor staat hun DNA afstaan. Door correspondentie via e-mail, Twitter, Facebook en Hive raakt het ouderwets brieven schrijven uit de mode. En ook de postzegel wordt steeds zeldzamer. In Eindhoven proberen ze via een filmpje op YouTube de ziel van de stad toch nog op dat kleine papiertje te krijgen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad op haar site. Via dat filmpje moet de zegel weer helemaal hip worden. Eindhoven, Eindhoven, je bent helemaal het einde. Je was ook mijn begin, Eindhoven, Eindhoven. Wil jou met niemand ruilen, hier heb ik het naar mijn zin. Oh, in Eindhoven, Eindhoven, wie er niet vandaan komt. En dit waren de koppen van vandaag. Het Wolfsbos-circuit in Gemert was afgelopen zondag omringd door toeschouwers die de openingswedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap Motocross niet wilden missen. Jeffrey de Wolf uit het MX Dream Team stond aan de start in de MX2-klasse. Na de ochtendtraining, waarin de snelste 30 rijders zich kwalificeerden voor de wedstrijd, wordt de KTM-motor van Jeffrey de Wolf schoongemaakt en opgepoetst om later te kunnen starten in de MX2-klasse. Helaas mocht Jeremy Koen, het andere lid van het MX Dream Team, niet starten. Gerrit Peters, oprichter van het MX Dream Team, houdt zich al jaren bezig met de sport en heeft een echt motocrosshart. Geboren vanuit een hobby en uiteindelijk gezegd van nou, ik ga toch kijken of ik zelf wat kan opzetten. Nou, met behulp van allerlei sponsoren hebben we een trailer gebouwd, een tent gebouwd, et cetera, om het zaakje compleet te maken. Een hobby meer, want het was steeds groter en groter. En Patrick die neemt gelukkig wat dingen uit handen van mij. Dan heb ik mijn handen weer vrij om meer bezig te zijn met wat technische zaken. Lang zoeken naar rijders voor in zijn dreamteam was niet nodig. De vraag van zouden jullie interesse hebben om in het team te komen? En ze vonden dat prima, dat leek hun wel wat. En samen met hun bouwen we gewoon het team steeds hoger. Nadat Peters Jeffrey de Wolf moed heeft ingesproken is het tijd voor de eerste manche. Daarnaast liep de start niet geheel vlekkeloos en moest de Wolf door een valpartij achteraan sluiten. Even later lag hij lekker in de wedstrijd en haalde hij een aantal concurrenten in. Maar door een tweede val moest hij helaas vroegtijdig stoppen. Dat ik wat pech had in de start, valpartij. En daarna ging ik goed in het ritme, maar het mocht precies niet zijn, want toen viel ik opnieuw en heb ik wat mijn elleboog gekwetst. Maar ik keek volop uit naar die tweede manche. Toen de Wolf ooit op de motor stapte, wist zijn familie van wie hij het had. Voor mijn vader eigenlijk. Mijn vader, ja, de crossmicrobe zat in de familie, dus zo is het heel snel ontstaan. Ik ging vroeger mee naar de cross met mijn pa en ja, zo ben ik zelf begonnen in de paddock. We heen en weer rijden en ja, zo is het snel begonnen met de wedstrijden, winnen en zo is de plezier erin gekomen. Hè. Een wedstrijd goed rijden of zelfs winnen is niet vanzelfsprekend. Daar moet meerdere keren per week voor worden getraind. Ik ben net afgestudeerd en heb geleerd voor kantoor en bureautica. Dus nu werk ik eigenlijk part-time bij mijn vader en de rest train ik. Door al dat trainen is een fulltime baan onmogelijk. Ik probeer zoveel mogelijk te trainen, omdat de motortraining is het belangrijkste.
Naast dat doen we wat conditietraining om de motortraining te vergemakkelijken. Dus ja, ik train toch 2 tot 3 maal per week. Dat proberen we toch, ja. Gelukkig kon Jeffrey de Wulf in de tweede manche nog heel wat goed maken en eindigde hij als 20ste in het klassement. Het volgende Open Nederlandse kampioenschap zal zondag 20 maart in Halle worden gereden. Dit was Brabant Vandaag. Deze uitzending is terug te zien op onze website brabantteam.nl. Wij zijn ook te volgen via twitter.com/brabantteam. Straks kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Oog en Blik. En dit gebeurde er in Brabant Vandaag. Gooi je zelf ook wel eens gewoon achterloos wat weg? Ja, best wel. Ik gooi best wel wat weg.